Ik ben Lucie Uitenbroek. Ik werk als senior verpleegkundige op de acute opnameafdeling. Ik ben daarnaast vicevoorzitter bij ons van de verpleegkundige staf. En ik werk als promovendus op de HAM. Als senior verpleegkundige binnen de acute opnameafdeling sta ik voornamelijk gewoon in zorg. Ik heb mijn eigen patiënten. En daarnaast ben ik samen met mijn andere collega's ook afdelingsoverstijging bezig. Om te kijken hoe lopen de processen, wat kunnen we daarin anders doen. Waar lopen we tegenaan en hoe kunnen we dat mogelijk verbeteren of aanpassen. Wat mijn functie echt leuk en uitdagend maakt, is dat een dag op de acute opnameafdeling eigenlijk nooit hetzelfde is. Je weet nooit welke patiënten er liggen, want ze zijn allemaal met een spoedreden opgenomen. En het leuke is dat hier patiënten liggen van allerlei verschillende specialismen, dus dat maakt het erg uitdagend. Wat ik gewoon mooie diensten vind, is met name de avonden waarin we eigenlijk heel veel opnames krijgen. Dat we aan het eind van de dag eigenlijk, of het eind van de avond, heel veel opnames gehad hebben, maar dat ik eigenlijk van de patiënten zelf terugkrijg dat ze gewoon het idee hebben gehad, optimale zorg te hebben gekregen en niet in de gaten hebben gehad hoeveel we eigenlijk gedaan hebben. CWZ is voor mij een organisatie wat eigenlijk heel laagdrempelig is in het contact met alles. Je werkt echt als één team samen, ongeacht de verschillende functies die erin zitten. En dat maakt voor mij het werken hier heel erg leuk. Als verpleegkundige staf zijn we er heel erg mee bezig om vanuit verpleegkundig perspectief waarde toe te voegen aan de zorg die we als CWZ verlenen. Dit doen we anders doordat ik in commissie zit of dat ik op ziekenhuisbrede thema's meedenk vanuit het verpleegkundig perspectief. Binnen CWZ starten we met de nieuwe organisatiestructuur. Binnen die organisatiestructuur hebben we nieuwe functies, waaronder die van verpleegkundig themaleider. Waarbij je echt als verpleegkundige vanuit je vakinhoud je samen met andere professionals bezighoudt met echt een hele patiëntenreis te optimaliseren. Daarnaast gaan we ook aan de gang met verschillende verpleegkundige functies, zoals regieverpleegkundige en verpleegkundige. De komende tijd is er binnen CWZ heel veel nieuws te ontdekken.